De minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, is erg onder de indruk van de one-stop-window waarmee de regering Nicaragua werkt om de private sector te faciliteren. Samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de vakbeweging heeft hij onlangs deelgenomen aan een exploratory best practices mission in Nicaragua. Volgens minister Welzijn kan Suriname deze methode om de private sector te versterken overnemen. We hebben geleerd van de wijze waarop zij hun one-stop window opzetten, service window, waarbij het bedrijfsleven, de private sector, wordt gefaciliteerd door vanuit één unit alle informatie te krijgen die ze nodig hebben om te kunnen opereren. Men begint met je businessplan natuurlijk, en uiteindelijk krijg je bijna, laten we zeggen, een soort zogenaamde een tailor-made service. De service, die facilitering die je als ondernemer krijgt, is afhankelijk van wat jij zelf wenst, in welke categorie je wil investeren. En daar wordt er voor jou een systeem ontwikkeld waar je als ondernemer, kan ik zeggen, bijna geen hoofdpijn meer hebt. Nicaragua staat ook bekend om haar buitenlandse investeerders. De regering heeft een speciale groep samengesteld om deze buitenlandse investeerders aan te trekken. Volgens minister Welzijn zou het goed zijn als de Surinaamse regering dit systeem overneemt. Want wat we in Suriname nodig hebben is foreign direct investments, investeringen vanuit het buitenland, mensen die komen, mensen die businessmogelijkheden zien en die aan werkgelegenheid helpen, die een product ontwikkelen dat geëxporteerd kan worden. En dat hebben wij nodig. Nicaragua heeft natuurlijk meer mensen dan wij. Ik dacht ze zijn met 6 miljoen. 6,3 miljoen en wij zijn met 1,5 miljoen. Maar qua historie zijn wij eigenlijk hetzelfde. En ook qua bevolkingssamenstelling ongeveer. Het is ook zo dat zij, het gemeenschappelijke dat wij hebben met Nicaragua is dus dat zij ook uit de crisis komen. Ze komen uit een zware oorlog. Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme over de economie van Nicaragua. Hij geeft aan dat Suriname een voorbeeld hieraan kan nemen, zeker in deze crisisperiode.